dat is hem. En we gaan er dichter naartoe. En toen waren we op de dijk aanbeland. En ja, wel ingezoomd uiteraard. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, de valreep nog, want het is 11:45. Ja. En we leven op woensdag 12 augustus, 11:44. En Rijka, die is mooi, is zo mooi. Je pet staat weer scheef, ja ja. Oortje erdoor, zo laat eens zien. Laat eens zien hoe mooi je bent. Ja. Ja, en de huishoudelijke hulp, die is druk bezig al in de gang en de wc is groot. Oh, dan komt ze net om het hoekje te zwaaien. Dus ja, en ik heb nog een bak koffie en ik ga zo weer richting de computer en dan gaan we weer druk aan het werk. Ja, ook dat moet weer gebeuren. Weer de boel in elkaar zetten, et cetera, et cetera. Want ja, ook deze camera moet weer leeg vanzelf en dan komt dat er ook weer bij. En dan blijft ineens bezig, maar het houdt je ook van de straat. Ja, ook dat nog. Maar ik moet vandaag ook nog boodschappen doen na de zomer. Ja, ja, dan maak ik weer reclame en dat mag niet. Maar ik word er ook niet voor betaald. Dus ik mag reclame maken, ik word er toch niet voor betaald. En dan proberen we ook vandaag nog weer naar die ene winkel te gaan in de winkelstraat. Waar ik misschien mee kan samenwerken. Kijk, om met haar hogere baas even te spoken. Zul je hoedje maar afdoen, schat? Ja, ja, maar goed, ja, niet naar buiten. Zo. Hé? Ja, is goed, maar met de kop. Zou ik ook doen. Ja, nou, en ik had gisteren dus deze dingen allemaal gekocht, hè. Ideaal. Ik heb gelijk de deur schoongemaakt. De rand was helemaal zwart. Het vloog eraf met dit spul. Ja, ik denk zo. Maar die meneer van die tuindeur, dat was ook een lieve meneer. Die heeft zelf een vieze zwarte vingergrepen ook eraf gehaald. Zelf gedaan. Ja, dat hoeven ze in principe niet. Dat moet je het zelf doen. Maar ja, nou deed hij het zelf. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag, het is hier prachtig mooi weer. In het binnenland heeft het al geonweerd. Hier heeft het wel geweerlicht, boven zee. Maar hier al, niks gehad. Geen regen, niks. Nog een jendo. En bij jou? Ook niet, hè? Ook niet. Nee. Niet een wind. Nee, het was heel erg benauwd. En ja, dat is het nog. Maar oké, okay, ja, in Den Haag heeft het wel geregend, geloof ik, en ook geonweerd. Oh, hè? Ja. Oh. En daar gaat mijn telefoon weer. Mogen ook fraude? Ja, ook dat weer. Oh, oh, wat druk. Hup, wegvegen. Ja, als het erbij staat, mogen ook fraude. Wegvegen. Ja, waarom niet? Nee, maar zet niet op. Simpel. Niet op mijn man rekenen. Nee. Nou, en ik heb dus die nieuwe harde schijf gebruikt. Jeetje Maria, echt, wat is dat klein dingetje niet. Dat is toch lachen bij die andere vergeleken. Maar ja, ik ben er blij mee. Ik ga het straks opruimen allemaal. En dan, ik heb ze voorlopig even niet nodig. Maar die van mijn man, die is vele malen groter en vele malen zwaarder. En dat ik dat pakketje gisteren aangereikt kreeg door het keukenraam. Ik heb me echt verteeld. Ik wist niet dat hij zo licht was. Dus deeltje. Nou, lekker. Ik dacht al aan de verpakking te zien. Nou, dat is een kleintje of zoiets. Maar ja, die van mijn man die had er ook in gekund hoor, daar niet van. Maar ja, heel erg licht. Hier, dit is een externe harde schijf. Oh ja, die is goed hè? Ja, maar dat is er ook een. Wow. Die is van mijn man geweest. De grote. Ja. En een zware. Maar oké, okay, ik zou zeggen geniet ze en we spreken elkaar later weer. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn op Cape Holland aanbeland. Want er ligt een boortoren in de haven en die wil ik jullie laten zien. Ik ga even dichterbij. Maar hij ligt aan de andere kant.
dat is hem. En we gaan er dichter naartoe. Dat is een boortoren. Dus ik ga er even dichter naartoe. Dan kunnen we hem nog dichterbij zien. Ja, ja. Dus hopsakee. Nou, dan staan we er in principe er vlak voor. Enkel ik heb mijn arm door de tralies heen. Want ik kan er niet dichterbij komen, want het is gesloten gebied. Zoals jullie allicht wel zien. Wat een ding even goed, hè? Dan is dit maar een kleintje. Ja, dit is maar een kleintje. Een aantal jaren terug lag er hier ook een en die was vele malen groter. Ja. Dus. Ja. Ja, een knaapje even goed. En dat het dan voor jaren op zee ligt. Ja. En het is hier druk. Er gaat een heleboel verkeer achter me langs. Ja, beste knaap. Maar ja, ik sluit weer af. En ik ga eventjes een stukje over de dijk zo weer richting de stad om boodschappen te doen. Zie ik nog wat moois? Uiteraard vlog ik dan. Ik zou zeggen tot later. En toen waren we op de dijk aanbeland. En ja, wel ingezoomd uiteraard. Ja, ja, want anders had ik dit zo niet kunnen doen. Maar hoe mooi is het weer, niet? Uitzicht op Texel. Ja, allemaal zeiltjes. En die twee hebben elkaar net in het midden ergens somwer gepasseerd. Maar kom niet te zwemmen in de zee, want ook stel je voor dat je in een muit terechtkomt. Oh, oh, zo gevaarlijk momenteel. Maar hoe mooi is het. Het is prachtig. Super, de super, de super. We gaan weer verder. Ja, ja. Tot later. Ja, we zijn weer thuis. Ja. Wat een knaap, niet? Dat ding even goed. Ja, vooral als je er dichtbij bent. Ja. Enkel, ja, er was ook iedere keer een kraan die kant op. Die was iedere keer s'avonds verlicht. Maar die zag ik gisteravond ook niet meer. Oftewel, vannacht. Nou ja, en toen op de dijk eventjes, ook hartstikke leuk. Ik heb ook even leuk staan te praten met een oudere dame, misschien mijn leeftijd, dat weet ik niet, maar ze zag er ouder uit dan dat ik ben. Ja, ik weet niet wat het is. Ja, meer rimpels dan ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, het was een oudere dame. Hoe oud weet ik niet, maar die wou een foto van me maken en ook ze dat mag hoor. Ja, want ze had het door dat ik een vlogster was en omdat ik jullie pakte en gelijk even laten zien en dat ik toen begon te praten. En toen keek ze me iedere keer raar aan en dat ik later klaar was, zei ik ja, ik ben een vlogster. Ja, dat meende ik al. Mag ik een foto van u maken? Ik zei ja hoor, natuurlijk mag dat. Nou, dat vond ze leuk. Ik heb mijn naam doorgegeven. Nou, ja, ze zou kijken wat ze doet. Leuk toch? Ja. Nou, we hebben gelijk boodschappen gedaan. Ja, ja. Gelijk boodschapjes. Voilà. Nou,
Mijn pot koffie, ja. Zonder koffie zijn we er niet, hè? Nee. En dan heb ik 1, 2, 3 sinaasappelknauw. 3 leverkaas. Ik zet jullie even gewoon hier neer, want anders lukt het mij niet. Zo, dat zijn er de 3 nog. Zonder die ben ik er ook niet. Nou, als de temperatuur voor mij aangename zijn, ga ik de elektrische barbecue uitproberen. Was in de aanbieding, €2,99. 3 voor €7,99. Nou, ik heb overal 1 van. Ik denk het maar, het is anders mij te hartig. Een lichte een en een donkere, dus dit is een kipsatee, dit is varkenshaas, dan heb ik nog een donkere, dat is runderbiefstuk saté. Nou, dan hebben we hier nog één, want ik meende al dat ik 4 had. Dat is even de grond. Dan hebben we even zien. 2 maal jong belegen. Heb ik altijd. Dan heb ik weer 2 maal deze. Die is 48 plus jaar allemaal. Maar dit is, dat is jong belegen. Dit is gewoon jong. Blijf staan jullie. En dan heb ik 2 maal belegen. Nou, dat gaat. Doe ik om en om. Met de vleeswagen doe ik het ook. En nou, dat gaan we. Zo, oh, hier blijven. Oh, gaat het al. Zo, maar nou heb ik het. Ja, salami. Heb ik er 3 van. Boterhammen was. Schouderham. Gebraden, gehakt. En de salami. Daar hadden we de boterhammenworst weer. Daar hadden we de gebraden gehakt weer. Daar hadden we de schouderham weer. Nog een schouderham. Een gebraden gehakt. En een salami. Die zit op elkaar. Dus enkels van de boterhammenworst heb ik er 2 van. Want ik had nog in de koelkast liggen. Dus ja, dan gaan we de la pakken. Ik moet eerst mijn handen op mijn schoot, omdat het is roodje koud. En dat op mijn blote beentjes, moet maar niet. Nou, de rookworst er nog even uit. Kijk, en dan heb ik daar 4 van de boterhamworst. Dus ja, dan gaan we dat eerlijk, zullen we alles delen. Nou, wat doe ik? Ik begin altijd met de kaas om en om te leggen. Ja, ja. Zo. Nou, oranje, groen, blauw, oranje, groen, blauw. Mooi. Nou, dan gaat het ook. Huppata. Zo. Nee. Blijf liggen. Godverdik. Gaan we ook om en om doen met dit. En dat. Ik even zien hoor, hoe ik dat nou heb. Zo. En dan is er weer een boterhamworst. Een salami. En een gebraden gehakt. En een ham. Ja, dan is het weer een boterhammenworst, salami, gebraden gehakt
En dat kon er nou nog niet bij, maar dat komt zo weer. Dan heb je hier dit nog. Dat gaat zo. Daarnaast. En dan leggen we dat keurig netjes erop. Nou. Leg het zo netjes. Ja toch? De rokers kennen nou niet op. Nee, dat moet ik weer anders doen. Maar komt ook goed. Kan ik dit opruimen. 1, 2, voilà. Nou, dan ga ik zo even de koelkast in. Ruimte genoeg. En zo. Voilà, en is weer opgeruimd. Ja, mijn meisje. Wat is er? Wat is er dan, mijn kind? Hé? Het is warm, hè? Maar moet je bij de ventilator gaan zitten? Ja! Moet je bij de ventilator gaan zitten? Ja, daar gaan zitten. En toen ging mijn telefoon. Mogelijk fraude. Wegschuiven dus. Hoppata, echt niks mee. Nee, neem ik niet op. Laat ze de rand dan maar krijgen, zeg ik dan. Ja? Het huurt wordt er gezegd, nog niet tegen de bom aan een heen natuurlijk. Hé? Ja, nou kind. Ja, nou, de koffie kan in de kast. Ik ga koffie zetten en ik moet bellen. Dus, zeggen lieve vrienden, genieten en tot later. Doei!